Afgelopen zondag beleefde de lang verwachte première van de serie Patty, waarin het indrukwekkende levensverhaal van niemand minder dan Patty Bart centraal staat. Opvallend genoeg heeft Patty zelf geopperd dat haar collega, de bekende Patricia Pai, ook in aanmerking zou moeten komen voor haar eigen televisieserie. Echter, wat blijkt uit Patricia's reactie voor de camera van Telegraaf? Nou, dat hoeft niet voor mij hoor, laat Patricia weten. Misschien als het real life-achtig zou zijn. Maar niet dat ze er dan een verhaal van maken. Dat zou een behoorlijk lang verhaal worden, voegt ze lachend toe. Hoewel Patricia openstaat voor een real-life soap, blijft de vraag hangen of dit idee werkelijkheid zal worden. We hebben er laatst over gesproken met een paar mensen, maar we moeten er nog goed over nadenken, onthult Patricia. We hebben er wel over gesproken, maar voor mij hoeft het gewoon niet, voegt ze beslist toe. De laatste tijd heeft Patricia een moeilijke periode doorgemaakt, vooral sinds het overlijden van haar moeder eind vorig jaar. De pijn van het gemis is duidelijk voelbaar. We missen haar enorm. Ik zeg elke keer tegen mijn zus: Hé, hey, waar is ze nou? Ze is er altijd geweest en ik moet er erg aan wennen. Ik vind het heel erg, deelt ze emotioneel mee in een gesprek met Show News. Deze persoonlijke aspecten maken Patricia's verhaal des te aangrijpender en geven een dieper inzicht in haar leven buiten de schijnwerpers.